Goedendag beste kijker, welkom bij Media Klaagmuur TV. Speculanten veroorzakers van honger en leed. De prijzen van voedingsmiddelen zijn sinds 2000 wereldwijd gestegen en voedingsmiddelen zijn vandaag minstens tweemaal zo duur als tien jaar geleden. De prijsstijgingen hebben verstrekkende gevolgen voor bijna 1 miljard ondervoede mensen in de ontwikkelingslanden. De consequentie daarvan is voor velen ziekte en dood. Sinds Goldman Sachs de Goldman Sachs Commodity Index heeft uitgevonden, die de prijsontwikkeling van de verschillende grondstoffen weerspiegelt, volgden andere grootbanken, zoals Barclays, Morgan Stanley en Deutsche Bank, en ze legden grondstoffenfondsen aan. De beleggers, van pensioenfondsen tot kleine beleggers, profiteren van de stijging van de grondstofprijzen. Pogingen om de speculatie met voedingsmiddelen te verhinderen, stuiten op een machtig netwerk van investeringsbanken, beursgenoteerde concerns, en financiële investeerders die met alle middelen een machtsstrijd voeren. Wie zulke netwerken, verstrengelingen genaamd blootlegt, die verandert de wereld ten goede.